Welkom, dit is een nieuwe aflevering van het COVID-19-journaal. Zeer, zeer ernstig, zo bestempelt president Chan Sam-toky de huidige COVID-19-uitbraak. De zorgen van de regering hebben vooral te maken met de razendsnelle verspreiding en de opvang van patiënten in verschillende zorgcentra. Ook mortuaria raken vol. Wat het staatshoofd ook zorgen baart zijn de hardnekkige delen van de samenleving die de COVID-19-regels niet naleven. Welnu, na spoedberaad door de regering is besloten dat het land vrijdag 21 augustus om 8 uur 's avonds tot en met zondagmorgen 5 uur 's morgens in total lockdown gaat. Het is zeer, zeer ernstig. En we zijn als regering bezorgd. We zijn als land bezorgd, we zijn als natie bezorgd, we zijn als samenleving bezorgd. Echter hebben we gezien dat die bezorgdheid niet overal aanwezig is in de samenleving. En wij zijn gestart met het beleid van het controleren, beheersen van de COVID-situatie en tegelijkertijd werken naar normalisatie, protocollen die ontwikkeld zouden worden met de diverse sectoren. We hadden beleid ontwikkeld met een zware nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de samenleving, de eigen verantwoordelijkheid van de burger, de sociale controle vanuit de samenleving en meer gemeenschapszin, meer bewustwording. Echter hebben we gezien dat niet alle delen van de samenleving zich hieraan hebben gehouden en zelf delen van de samenleving gewoon doorgaan. Met het feesten, met parties, met risico, sociale contacten, met ook het risico van die verspreiding van het COVID-virus. De politie heeft haar maatregelen aangescherpt, maar dan nog zien we dat men zich niet houdt aan de maatregelen. Er is gediscussieerd binnen de Raad van Ministers voor een total lockdown situatie. En we hebben gekeken naar de ernst van de situatie. En aan de andere kant hebben we gekeken naar het proces van normalisatie. En daar is een spanningsveld dat je moeilijk over kan gaan tot normalisatie als de situatie zeer ernstig is, zeer dreigend is. En we hebben gezegd, we gaan de total lockdown gefaseerd invoeren als het noodzakelijk is. Het zal van ons als samenleving afhangen. 1. We gaan beginnen met een total lockdown voor een periode van vrijdag 21 augustus tot en met zondag 23 augustus 2020 in heel Suriname van 20 uur tot 5 uur. Dus nogmaals, het is een totale lockdown vanaf vrijdag 21 augustus. Vanaf de intrede van de avondklok van 8 uur. Tot en met hele dag van zaterdag. Hele dag van zaterdag. Tot en met zondag van 5 uur in de ochtend is het een totale lockdown. Dat wil zeggen, niemand mag zich op de weg begeven. Imtana oso. Ter verduidelijking meldt de communicatiedienst Suriname dat de total lockdown ingaat op vrijdag 21 augustus om 8 uur 's avonds en eindigt op zondag 23 augustus om 5 uur 's morgens. Mensen zonder een dispensatiebrief mogen zich gedurende deze periode niet over straat begeven. Vanaf zondagochtend om 5 uur mogen mensen die zich over straat moeten begeven weer uit huis. Deze maatregel is genomen omdat is gebleken dat vooral op de vrijdag en zaterdagavond mensen zich niet houden aan het samenscholingsverbod. Deze maatregel is ook ingesteld door de regering als waarschuwing. Indien de gemeenschap zich niet aan de regels houdt,
is de total lockdown een enige optie om Suriname te besparen van het grote gevaar waar COVID-19 voor zorgt. Vermeldenswaard is dat in deze total lockdown periode van vrijdag 8 uur 's avonds tot en met zondagochtend 5 uur 's morgens geen enkel bedrijf open zal zijn. Dus ook geen supermarkten, geen restaurants. Er bestaat dus geen mogelijkheid om inkopen te doen of eten af te halen. Reden genoeg om thuis te blijven. Om de druk op onze gezondheidswerkers te verminderen is er via het SU4SU-fonds onder andere ervoor gezorgd dat medici en andere gezondheidsprofessionals aan de slag kunnen in de verschillende ziekenhuizen. Ik ben Dr. Derby, dit is de COVID-afdeling van het RKZ ziekenhuis. Het is recent geopend, woensdag, en hier hebben we capaciteit voor eigenlijk 20 personen. We hebben nu al 22, dus dat wil zeggen dat we toch wel uitbreiden. Het is wel moeilijk voor de verpleging, want we zijn een beetje onderbezet. Maar ze zetten alles op alles om toch de nodige zorg aan deze patiënten te bieden. Hier komen ze meestal als ze ernstig ziek zijn of wat klachten hebben. En worden ze hier opgenomen. Het hangt ernaast van de klachten. Hebben ze milde klachten, dan zeggen we van 7 dagen kunnen ze blijven. En dan zeggen we 3 dagen symptoomvrij en dan... Ja, worden ze ontslagen en dan moeten ze dan ook nog thuis even nog 7 dagen tot een weekje thuis blijven. En indien klachten, dan moeten ze wel 178 bellen, waardoor ze dan weer kunnen worden geobserveerd en even weer een lichamelijk onderzoek kan worden gedaan als ze weer hier moeten komen voor opname. Bij patiënten die zieker zijn, zuurstof nodig hebben, medicatie nodig hebben, dan nemen we wel 14 dagen. 14 dagen. En daarna 3 dagen symptoomvrij en dan mogen ze dan ook wel worden ontslagen. U ziet het, u hoort het. Onze zorgsector is onder enorme druk. We doen daarom nogmaals een dringend beroep op u om erop toe te zien dat mensen in uw buurt, omgeving of in het dorp of op de plantage waar u woont geen dingen doen die het besmettingsgevaar vergroten. Voelt u zich niet goed en denkt u dat het met corona te maken kan hebben, bel dan meteen de COVID-19 hulp noodlijn van het BOG via het verkort nummer 178. Indien nodig wordt er dan een swab van u afgenomen. Voor het BOG werkt het best als mensen die al symptomen vertonen alleen aanmelden, dus niet in groepsverband. Mijn naam is Prakash Bhula. Ik ben dus de coördinator van mijn swabteam dat we hebben binnen korte tijd ingezet. En we zijn dus per woensdag zijn we gestart met het swappen hier. En dat gaat in samenwerking met het BOG. Zij doen maandag, woensdag en vrijdag. En dan zijn we ook samen met hun maandag, woensdag en vrijdag gaan we dus ook hier swappen. Het is behoorlijk druk. Dus ik raad mensen aan. Dus als jullie klachten hebben, dus dat zijn de griepverschijnselen. Dan moet u langskomen. Als dus bijvoorbeeld sommige mensen komen hier en zeggen van ze willen voor de zekerheid testen. Het is eigenlijk niet voor zo'n doelgroep. Het is eigenlijk voor mensen die langs kunnen komen wanneer ze griepverschijnselen hebben. Dan die mensen kunnen langskomen. Die mensen worden dus geswapt. En u krijgt dus binnen 48 uur krijgt u resultaat binnen. U wordt dus opgebeld. Dus niet iedereen die naar hier komt wordt geswapt? Nee, niet iedereen. Maar we zien wel dat eigenlijk wanneer mensen horen van dat er ergens geswapt worden. En dan willen ze langskomen voor een zekerheid, weet je, maar dat is niet de bedoeling. We willen graag mensen hebben die dus die klachten hebben. Dus je moet griepverschijnselen hebben, de COVID-symptomen, dan komt u langs en dan kunnen we swabben. Anders hebben we behoorlijk veel mensen hier. En juist die doelgroep, die moet getest worden, die blijven achter. Ik denk, dus als ik naar BOG luister, naar dokter Ori ook, dat blijkt wel, als er 100 mensen komen, zijn er 40. Van de 100 zijn er 40 positief. Ja. Wat raadt u de samenleving aan? Nou, is belangrijk dat u volgt de maatregelen die worden gegeven. Dat is al lang. En mensen weten het. Houdt u aan de regels en dan komt alles goed. Wij kunnen alles niet alleen doen. Het medisch team doet zijn best. En dat is ook belangrijk dat de mensen ook erop moeten letten. Dat zij ook aan de regels houden. Anders gaat het niet lukken. Wij lopen mee met de artsassistent, zodat wij zelf ook een goed oog hebben welke patiënten extra ziek zijn en goede zorg nodig hebben. En daarna bespreken we alle patiënten met de jonge dokter door en nemen het hele dossier door en kijken naar alle aspecten die een rol kunnen spelen bij COVID, zoals het risico op een longembolie of het risico dat de ontsteking in de longen zo sterk wordt dat iemand beademd moet gaan worden.
En verder kijken we welke patiënten uiteindelijk weer beter worden en naar een lichtere afdeling kunnen en nemen die beslissingen ook. Om de ordehandhaving van de onlangs verscherpte regels op te voeren, zijn er vanaf vandaag een COVID-19 uitrukunit en een kliklijn ingesteld. In deze unit werken politie en militairen, de bestuursdienst en de dienst arbeidsinspectie samen om ordeverstoorders op het stuk van samenscholing, geen mond- en neusbedekking op hebben en het overtreden van de lockdown direct aan te pakken. De noodzaak is volgens defensieminister Krishna Mathura meer dan duidelijk. De situatie is zeer zorgelijk en we hebben met z'n allen een verantwoordelijkheid. Een zware verantwoordelijkheid om te zorgen dat COVID niet verder verspreidt en dat er niet meer doden vallen. De taak van het ministerie van Defensie is zoveel mogelijk ondersteunend. Ondersteunend in enerzijds het detecteren van mensen die positief zijn, het helpen met het ontsmetten, het ondersteunen met informatie, dat gaan we versterken de komende periode. Het tweede is, we gaan in de komende periode extra controleposten opzetten aan de Oost-West-verbinding, zowel richting Albina als Westen. Verder zijn we bezig zoveel mogelijk onze eigen protocollen te versterken. En wat we bezig zijn met het ministerie van Justitie en Politie is een COVID-uitrukteam op te zetten en een alarmnummer waar mensen kunnen inbellen. En die COVID-uitrukteam is een multidisciplinaire team bestaande uit politieambtenaren en het staat ook onder leiding van politieambtenaren, dus opsporingseenheden. Maar het bestaat verder uit mensen van het Nationaal Leger, het bestaat uit mensen van de bestuursdienst en mensen van arbeidsinspectie. En die gaan met name optreden, zowel preventief als repressief, bij bedrijven, bij zaken die door de wet verboden zijn en waar er toch in strijd met de wet gehandeld wordt. Maar ook ondersteunen, daar waar protocollen niet aanwezig zijn, gaan we ook ondersteunen om protocollen te ontwikkelen. Maar daar waar bijvoorbeeld informatie binnenkomt dat er feestjes gehouden worden, hele groepen van mensen dicht op elkaar in strijd met COVID-regels bij elkaar zijn, gaat er direct opgetreden worden. Vandaar dus het alarmnummer en dat willen we donderdag aanstaande al in place hebben en dat mensen al beginnen met dit optreden. We geven niet op. We moeten de strijd tegen COVID-19 overwinnen. Een opgave aan u, aan mij, aan iedereen om ons heen. Was regelmatig je handen, houd afstand van minimaal 1,5 meter, doe een mond- en neusbedekking op buitenshuis, neem je verantwoordelijkheid. Let goed op uzelf.